Ik denk dat de VVD voorkomen gelijk had. Dat het goed was geweest als de mos was gaan mee. De regeer is geen enkele reden om dat niet te doen. Is die rechtszaak weer geen reden om dat niet te doen. Ja, maar de rechtszaak dat gaat tegen personen. Uh, maar de vraag, uh, als een partij zo groot wordt, moet je toch tenminste kijken. Is er een, 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 een middel te vinden, ja. een modus te vinden. waardoor je met die partij kan werken? Dus ik begreep heel goed dat de VVD zei: als de mos. Ik had acht zetels, VVD zeven. VVD had een heel klein beetje winst geboekt, maar geen zetelwinst. Oké, okay, je bent het daar dus mee eens met het VVD-standpunt. Hart ja. voor Den Haag had eigenlijk mee moeten doen. Ja. Uh, maar het is niet. Zeg ik even als partijman, ja. niet als premier, want voor je. Nee, het dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Maar goed, het is toch aardig ja. om dat te horen van je. Maar uh, het punt is wel dat daarmee het vertrouwen in de politiek ook weer niet dichterbij is gekomen. Ja, dat weet ik niet. We horen de hele dag over vertrouwen in de politiek. Volgens mij valt dat vreselijk mee. Hebben mensen heel veel vertrouwen, in ieder geval in de politie en in de rechters... en ook in het democratisch stelsel. Uh, want dan is het iedere keer zo... Dat, dat is ook een, een instrument om te gebruiken. Als er dan iets gebeurt wat jij niet wil, dan is dat slecht voor het vertrouwen in de politiek. Ik denk alleen dat het slim is om te zeggen... als een partij zo groot is, geef ze een kans. Kijk, landelijk hadden we gezegd als VVD we gaan niet met wilders vanwege die aanspraak over minder Marokkanen en vanwege dat en, en het verbieden van uh, moskeeën. Ja. Maar dat is wat anders dan in dan met groep de mos.